En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Zowel in het kustgebied als in het binnenland zullen er in de avond- en ochtenduren lichte tot matige buien voorkomen die gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. Lokaal kunnen deze buien iets zwaarder zijn. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de dag is het bewolkt. Zowel in het kustgebied als in het binnenland zullen er lichte tot matige buien optreden die gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. Lokaal kunnen deze buien iets zwaarder zijn. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat lokaal matige tot zware buien met onweer en windstoten mogelijk ook wateroverlast kunnen veroorzaken, zowel in het kustgebied als in het binnenland. En dit waren de lokale berichten in het journaal.